ga vandaag niet alleen met Lego spelen. Nee, de regisseur van Sputnik, Noël, die doet met me mee. Waarom heb je eigenlijk deze Lego meegenomen? Ik heb deze Lego meegenomen omdat ik eigenlijk wilde laten zien hoe ik en mijn cameraman de film voor ons willen zien. Ja. En dit maakt het eigenlijk heel ruimtelijk. Dus, Oké. Je hebt dit eigenlijk als een soort maquette gebruikt. Ja, maquette. Voor het maken van Goed je film. Woord. Ja. Dit is ook het frietkot. Mm-hmm. En dit is dan het bordeel. Ja. Daar speelt de film zich af. Mm-hmm. Jouw kleine broertje speelt de hoofdrol. Ja. Wat hij echt fantastisch doet, vind ik. Ja. Waarom heb je deze setting gekozen voor dat verhaal? Ik ben sowieso daar opgegroeid tegen de grens in Maastricht. Ja. En we hebben daar... mijn vader die woont in het Belgische gedeelte. Of in het Franstalige gedeelte, mm-hmm. in Wallonië. En mijn moeder die woont in Maastricht. En elke keer als ik naar mijn vader ging of naar mijn moeder, zijn gescheiden, kwam ik er altijd langs. Ja. En dit is eigenlijk, dat bordeel is eigenlijk het eerste huis over de grens. En het idee is eigenlijk echt begonnen bij een soort herinnering. Mm-hmm. Waar denk ik volgens mij de meeste ideeën vandaan komen. Bij namelijk dat ik met mijn opa naar Lanaken ging. En daar heb je zo'n hele rits met allemaal frietkotten. Mm-hmm. Dan zat ik daar met mijn opa en dan waren we een soort... frietje aan het eten natuurlijk, die super lekker waren. En dan keken we naar de overkant en dan was er een soort rood licht of zo. En dat heb ik altijd heel interessant gevonden, dat dat zo mooi versierd was en dat die frietkotten niet zo mooi versierd waren. Mm-hmm. En later kwam ik erachter dat dat dus hoerenhuizen waren. Toen ben ik eigenlijk bij die berenhap uitgekomen, wat een Sputnik is. Sputnik? Ja. Ik had er nog nooit van gehoord, maar in België heet dat dus, of in dat gebied heet het dus een Sputnik. En dat ook in Limburg zelfs, heet dat ook een Sputnik. Okay. Op een gegeven moment ben ik zo linkjes gaan maken naar het heelal en naar de Sputnik 1 van de Russen. En en dan gaat zo'n verhaal leven. Ja. En, wat wilde je dan vertellen met het verhaal waar Sputnik over gaat? Ergens verbindt die plek wel mijn vader en moeder. En mm-hmm. Doet me denken aan vroeger, aan mijn opa. Doet het me denken aan... het is een heel nostalgisch, ook wel een tikkeltje absurd misschien, verhaal. Op een soort... dat is ook wat ik wil. Ook een soort liefde voor die plek. Noël, wil jij met mij een scène uit je film nadoen? Ja? Met Lego. Wacht, dan zal ik dit er weer even afhalen, want ik heb het natuurlijk weer helemaal verkeerd. Dan mag jij het hoertje. Top. Waar moet ik? Jij moet achter het raam. Oké. Ik vind het ook helemaal spannend actie. Gewoon. En actie. Nou, en dan gaat deze lopen. Ja. Oh, zal ik deze dan bewegen? Ja. Nou, dan ga ik naar de overkant. Dan staat hij. De camera rijdt nu door. Oh, die rijdt door. Oh, ja, naar precies. Dat... Naar dat licht. Hier aan de zijkant. Helemaal aan de zijkant. We zien niks. Zijkant van het huis. Ja, blijf maar stoppen. En dan gaat de uitsmijter op de grond liggen. Ja. Sam neemt het hoertje mee. Mee. Oh, zo. De boom valt er ook om. En dan gaat de camera weer terug. En blijven ze hier staan. Nou, en zo zijn er natuurlijk nog duizend dingen mogelijk. Maar dit is hoe het zeg maar... En cut! Ja. Ja, dan heb je een scène. Te gek. Je kan het ook een soort van gaan spelen op de set en een soort doorloop doen. Maar dat kost je gewoon heel veel tijd. Ja, dus om dan hiermee... het standpunten van de camera en alles te bepalen. Ja. Dus hiermee heb dit is gewoon... de beste voorbereiding. Misschien een tip voor alle andere regisseurs die denken ik wil een film maken. Ja. Ga eerst eens met Lego spelen. Thanks Noël. Ja, dankjewel.